Ik ben Merel. Ik had een sarcoom in mijn bot. Kanker in mijn rechterknie. Ze kwamen erachter toen ik 16 was. Ik zat in 4 HAVO, smoorverliefd op mijn eerste vriendje. En toen kreeg ik last van mijn been. Het gekke was dat ik vooral 's nachts pijn had. Eerst dachten ze aan een sportblessure, maar dat was het dus niet. Mijn wereld stortte in. Tja, wat gebeurt er dan? Allerlei onderzoeken volgden. Eerst is een deel van mijn eierstokken weggehaald en zijn er eitjes ingevroren voor het geval ik later kinderen zou willen. Door de zware chemo was ik niet alleen maandenlang hondsberoerd, ik ben ook onvruchtbaar geworden. Maar het ergste vond ik toch wel dat ik helemaal kaal werd. En mijn knie is weggehaald. Daar is een kunstknie voor in de plaats gekomen. Ik heb opnieuw leren lopen, maar het wordt nooit meer zoals het was. Periodes van wel en geen chemotherapie wisselden elkaar af. Ruim een jaar ben ik dag en nacht met mijn ziekte bezig geweest. Altijd bang dat het terugkomt. Het is nu bijna 10 jaar geleden. En ik ben er nog. Ik kan me minder goed inspannen. Mijn hart heeft een opdonder gekregen door al die kuren. Maar ik ben ook heel dankbaar. Dankzij de ingevroren eitjes ben ik nu 6 maanden zwanger van mijn eerste kind. Een jongetje. Jaarlijks krijgen bijna 200 mensen in Nederland dezelfde diagnose als Merel. Bottumoren hebben veel verschijningsvormen en hebben daarom bij uitstek zorg op maat nodig. Opvallend is dat botsarcomen vaak bij jonge mensen voorkomen, de zogenoemde adolescent en young adults. Van alle patiënten komt uiteindelijk 1 op de 3 binnen 5 jaar te overlijden. Dat percentage moet omlaag. In het Leids Universitair Medisch Centrum werkt een groot multidisciplinair AYA-team aan de behandeling van deze groep jonge patiënten. De orthopeden Sander Dijkstra en Michiel van der Zanden werken samen met oncoloog Hans Gelderblom en de case manager aan een breed onderzoek om deze ziekte beter te kunnen behandelen. Denk aan de ontwikkeling van immunotherapie om het afweersysteem sterker te maken. Aan gerichtere chemobehandelingen. Aan verbeteringen van de prothese. Maar ook aan 3D-geprinte prothese en andere nieuwe reconstructieve technieken. Eigenlijk alles wat bijdraagt aan een grotere kwaliteit van leven voor AYA-patiënten, zodat ze een volwaardige plek krijgen in de maatschappij. Voor mensen zoals Merel. Voor het onderzoek bestrijding botsarcoom is €400.000 nodig. U kunt ons helpen. Steun dit onderzoek via de Bonsiusstichting van het LUMC. Elk bedrag is welkom. Bedankt. SMS bot naar 1008 en doneer eenmalig €4 voor het onderzoek bestrijding botsarcoom.